is een Sopwith triplane. Het is de eerste driedekker. De Fokker die heeft zijn idee hiervan gestolen, van dit vliegtuig. Ja. De schaal is 1:3, hè, daar hou ik van. En de stemmotor zit erop, hè. En die kan lopen, hè, dat heb ik gemaakt. Ik kan hem zo starten. Nou, ook voor de eerste keer, hè, want ik bedoel, hè. Ga hem ook starten. Ik ga hem vandaag wel starten, ja, natuurlijk, dat wel. Dat wel. En dit is ook tof, kijk, hier zit gestaaldraad in, hè? Dus kijken hoe dat houdt, weet je, kijken of het gaat. Want ja, voor hetzelfde geld gaat hij bij de eerste landing, kijk, dat weet je allemaal niet. Maar ik denk dat het stevig genoeg is, hoor. Maar het is niet veel zwaarder als balsa. En je kent dat soort gein. Je kent dat soort gein, dat ken je, ja. Het is echt licht, hoor, als je... Weet ik niet. En we rijden ook mee op de snelweg. Je hebt wel veel bekijkt zo. Ja. Ja, maar dat ben ik wel gewend. Ik heb wel meer van die vreemde vervoermiddelen. Om met het begin te beginnen, we beginnen met de beginners. Nee. Je moet eens beginnen met deze sport. Ja. Nee. En wel met een trainermodel. En een ervaren persoon. En zie je dan ook. En je doet model 4. Zeker niet dat hij wat ontspanning zal krijgen in de nek. En niet meer de hoofd naar de hele hoek te draaien. Ja, dat is niet. Waar staat er in toch? Waar is het model? Ik vind hem heel erg slecht. Ik vind hem heel erg slecht. Hetzelfde bedrag. We hebben een zending en ontvangen en stuurmotoren nodig. Ik ben niet heel op de hoogte van de prijzen, moet ik eerlijk zeggen, maar voor een 500-600 stolen is het toch een leuke zit te maken erbij. Nee. Dus voor zeker. Ja, dat kan ik altijd.
met auto sneeuw. Dat je hier weinig problemen hebt met het goede richting op sturen. Oh nee, ja, maar dat is veel te veel. Ah, dat is waar apen normaal. Dat zit ook wel lekker. Een beetje omhoog blijven hoor. Een beetje omhoog. Ik kan je voorstellen dat het in het begin nog wel eens fout gaat. Maar een beetje gas bij. Maar daar hebben we. Hij staat vol gas. Vol gas? Ja. Oh, is dat niet helemaal goed? Dan ga ik hem maar even pakken, want dan. Ja. Ik moet landen! Voor dit motortje een beetje te veel wind. Lange lijn. Het is voor een leerling niet mee te vliegen. De instructeur die kon hem maar net op het nemmetje een klein beetje bij de maan houden. En met een moeilijke landing is hij toch beneden gekomen. Vliegers staan van achter met de zender. Dit vaak aan de horizon. Dat er ook een naam en adres in staan, zodat de eerlijke vinden. Vliegtuigen zo licht maken dat ze op rensnelheid vliegen. Maar binnen kan je ook rennen, dus kan je vliegen. Dus dat, in je kamer. Nou, dat is nog net, net niet te doen. Ja, maar ik heb er eentje in een squash ruimte zien vliegen. Maar een sporthal, dat gaat wel. Dit zijn de kleinste ontvangertjes die je tegenwoordig hebt. Ben komt binnen. Nou, dit is normaal. En dat, de meeste zijn wat groter die je gebruikt. Een beetje goede wil en stuurmanskunst. Krijg die model zo'n beetje naast de voeten terug. Dit was een slim 30 of zo. Ja, nou is de slim 60. Figuren, misschien wel berten. Een ding wat ik je voor kan stellen is een hoge concentratie vereist bij het vliegen. Als je denkt dat je met je eigen model bezig bent, is de hoogtepunten. Dan moet je op kleine vallen en jeuk hangen. Winderig. Maar we hebben bijna alles heel gehouden. Alleen Peter had pech. Die miste zijn heli. Wie dan? Had jij ook pech? Oh, dat heb ik dan even gemist. Had ik net een broodje. Maar de broodjes zijn goed. Alles is verkocht. Dus de bar heeft goed gedraaid. Ik hoop dat we iets van de schade die we geleden hebben door de diefstal hebben terugverdiend. Je weet maar nooit. Maar het was een geslaagde dag, beter dan vorig jaar, voor zover ik me dat herinner, want toen was het helemaal verschrikkelijk qua wind. Misschien weten jullie dat beter. Zeker. We zullen straks hopelijk ongeveer weten hoeveel mensen er geweest zijn. Houden ze bij? Nou ja, ze kunnen ongeveer aan de hand van de verkoop een beetje inschatten hoeveel mensen dat geweest zijn. Ja. Dat hoop ik dan maar. En nu...
Wij vliegen om 5 uur komt de slager het vlees brengen met de barbecue. En dan kunnen we een hapje gaan happen en dan wordt het nog gezelliger. Of het blijft gezellig. Het is niet aardig om te zeggen dat het nog gezelliger wordt. Maar dat was het al. Jongens, bedankt. Bedankt. Sil, hoe was de bar omzet? Heel bijzonder goed. We hadden we niet verwacht. We hadden zelfs broodjes tekort. Hoeveel broodjes tekort? Nou, we hadden hele broodjes tekort. We hadden 54 broodjes. Maar we kwamen er toch nog heel wat tekort. Volgend jaar nemen we er 25 meer. Tenminste, maar voor de rest is alles heel goed gegaan. En de ruimte viel ook mee vanwege de... Het weghalen van wat apparatuur. Wat hebben we aardig. Ja, heel mooi. We hebben geen regen gehad. Het was best wel gunstig. We hebben heel veel passanten gehad. Die ja, de hele rij stond vol met auto's. Ik vond het heel leuk. En het zonnetje is er niet geweest. Graag gedaan. Dini, wat vind jij ervan? Een hele gezellige middag. Gezellige drukte. Ja, het is voor herhaling vatbaar hoor, zoiets. En maar doorgaan, hè? Volhouden, tot nieuwe clubhuis. Ik ga toen een... Bedankt.